Mark Hendricks, medewerker milieu en ruimtelijke projecten hier op het nieuwe stadhuis. Dat ging niet zo gemakkelijk, hè? Dit nieuwe stadhuis wordt voorgesteld als het meest duurzame op dit moment in Nederland. Wat maakt het nu het meest duurzame stadhuis in Nederland? Wat het meest duurzaam maakt is misschien wel dat we vanaf het begin van het proces, van het ontwerpproces uit, gestart zijn om allemaal gezamenlijk na te denken. Alles wat je in het begin niet goed over nadenkt, dat verlies je aan het einde. Het gaat ook veel verder dan energie en het gebouw. Een voorbeeldje eigenlijk, het nieuwe werken scheelt 30% aan vloeroppervlakte. Ja, want laten we even een term laten vallen, BREEAM. BREEAM is een internationaal erkend methodiek, ook gecertificeerd, waarbij je eigenlijk kunt verantwoorden dat je ook inderdaad hetgene, zeg maar, wat je zegt ook daadwerkelijk uitvoert. Het is een zeer complexe methodiek. Je kunt dat doen voor de ontwerpfase en de realisatiefase. Het zijn ook nog twee fases. En het monitort heel nauwgezet of je de ambities ook kunt waarmaken. En dat ook binnen verschillende gratificaties, gradaties. Je kunt gaan van BREEAM Outstanding, wat het beste is, tot BREEAM Good, Very Good, Excellent. Wij gaan voor excellent. Dat is het één na hoogste niveau. Outstanding is eigenlijk haast niet te halen zonder buitensporige investeringen. Nou, daar waren jullie uiteindelijk tevreden over en toen werd het dus, zeg maar, uitgevoerd. En hoe is dat verder gegaan? Vertel eens, waarom is het zo duurzaam? Ja, duurzaamheid is, zoals ik al zei, een heel moeilijk begrip. Het gaat veel verder dan inderdaad dat gebouw en dat energiebeheer. Waarom is het zo duurzaam? De plek is goed. Wij zitten op 200 meter van het openbaar vervoer. Bij het busstation, bij het treinstation, bij het centrum. Dat is al een van de dingen waarmee duurzaamheid begint. Dan zijn we er nog niet, want we hebben inderdaad natuurlijk de energie. We hebben het klimaat. Het feit dat je veel minder vloeroppervlakte nodig bent, speelt ook mee. En zo zie je dat het op heel veel vlakken speelt. Lichtinval, natuurlijke beleving, hoe mensen zich hier voelen. Dat zijn allemaal elementen die onderdeel uitmaken van het BREEAM-certificaat. Zeg maar, nou heb ik ook wel eens horen vertellen dat planten en zo groen binnenin. Nou zie ik dat de stoelen hier mooie groene bedekking hebben. Maar dat die ook erg belangrijk zijn voor het welzijn. Hoe zit dat hiermee? Planten en groen zijn inderdaad ook wel belangrijk in het gebouw. Dat heeft ook veel te maken met gewoon, zeg ik, noem het even de zuurstofhouding, huishouding en het klimaat in zijn algemeenheid. Het is niet zo dat het in de BREEAM buitensporig aantelt. Dat niet, maar als je het bijvoorbeeld hebt over buiten het gebouw, planten, flora en fauna en integratie en de kans die zo'n gebouw biedt in een stedelijke omgeving, dat wordt wel weer heel erg meegenomen. Ja. En hoe wordt dat meegenomen dan? Nou, als je even naar buiten heen kijkt, dan zie je bijvoorbeeld hier al een groen mos-sedum grasdak. Dat moet het nog worden. Dat moet het nog worden. Het is in kiem. Daarmee eigenlijk maak je eigenlijk de hele flora, fauna, de hele diversiteit in de directe omgeving van een stad maak je groot. Het is kans voor insecten. We hebben ook in dit gebouw de nodige zwaluwkasten opgehangen. Huismuskasten. Er komen bijenkasten op dit groene grasdak geplaatst. En zo kun je dus eigenlijk dit stadhuis ook een functie geeft voor de omgeving als je het over flora en fauna hebt. Nou, we gaan het ook nog hebben over de warmte-koude opslag, hè? Want ja, het moet natuurlijk wel een aangenaam klimaat zijn. Klopt, er is ook heel erg aandacht aan geschonken. Niet alleen aan de aangenaamheid, maar ook aan de energiekosten en de energielasten die daarbij horen. De gemeente Almelo koopt sowieso al haar stroom groen in. En dit gebouw gebruikt gewoon significant minder energie in zijn algemeenheid. En dat komt inderdaad door het warmte-koude systeem. Ja, want je zou zeggen, nou, die ruiten, je brandt hier weg. Het zijn drie laags glaspanelen, voorzien van een coating tegen zon. Daar is echt over nagedacht. Zo zul je ook zien dat aan de zuidkant veel minder glaspanelen zitten dan aan de noordkant. En daarmee zorg je ook voor een optimale balans. Dat wordt ook helemaal doorgerekend. Wat is de zoninstraling? Hoeveel koeling hoort erbij? Hoe kunnen we maximaal gebruik maken ook van die warmte op de momenten dat je het wel nodig bent? En zo zie je dat het hele gebouw wordt uitgebalanceerd. Dat zie je op meerdere punten terug. Je ziet ook de FIDE. Die functioneert eigenlijk als een natuurlijke schoorsteen. De te warme lucht wordt daar eigenlijk door weggezogen zonder dat je mechanische luchtbehandeling nodig bent. En bovendien kan die lucht de warmte uit worden gehaald en worden hergebruikt. Ik zie hier helemaal geen centrale verwarming. Nee, klopt. Het gebouw is zo ontworpen dat zeg maar de betonkern die wordt geactiveerd. Die houdt een basistemperatuur. En de rest van de verwarming en koeling die wordt geregeld via de vloeren. Dat betekent dat daar warm of koude lucht wordt ingeblazen. Daarmee maken wij gebruik van een warmte-koude systeem. We halen warmte of koude vanuit een diepte van 110, 120 meter. Dat waarderen wij op.
En dat wordt gebruikt om het gebouw te verwarmen of te koelen. Daarmee hebben we nog als extra innovatie dat wij gebruik maken straks van het kanaal. Dus het kanaal gaat straks ook nog functioneren als verwarmingsbron of als koelingsbron. En dat is heel... u bedoelt de waterboulevard? Ja, dat klopt. Dus de waterboulevard die gaat nog een rol krijgen in de warmte- en koude opslag? Ja, standaard is het zo dat je gebruik maakt van de warmte uit de ondergrond. Maar wij hebben ervoor gekozen om het wat innovatiever te maken en nog wat warmte en koude uit het kanaal te halen. Daar zit nog meer rendement op dan uit de bodem. En dat maakt dat je energielast, je energiebehoefte nog weer minder wordt. Ja.